Goedendag en welkom bij ProDim, de canvasdagen van ons. Bij ProDim gaan jullie vandaag van A tot Z laten zien hoe je een bootkap 3D kan inmeten en uit kan werken met het tekenprogramma naar 2D. Ja, waarom 3D inmeten en digitaal? Zoals jullie weten, folie die wegwaait, plakband die 's morgens niet blijft plakken omdat het te vochtig is. Ik weet het als de beste, want ik heb zelf 9,5 jaar in de bootkapindustrie gewerkt, waarvan enkele jaren met de ProLiner. Mijn naam is Nicky en nogmaals welkom. Ja, van A tot Z. Jullie gaan vandaag meerdere filmpjes zien en kleine uitleg van ons hoe het proces in werking gaat. Het inmeten op een schip. Tot en met het vaststellen van de buizen, bij wijze van spreken ook eventjes. Het design van de kap, hoe creëer je de ramen, hoe creëer je de ritsen op het schip en zo verder. Ook laten we jullie zien hoe het makkelijk het kan met onze speciaal gemaakte werkbar, de toolbar boven op Rhino. Zodat je makkelijk de functies die je nodig hebt kan aanklikken om je designkap in het tekenprogramma snel voor elkaar te hebben. Dit zijn de volgende stappen die we eigenlijk gaan doen. We beginnen dadelijk met het frame vastzetten. Wij hebben daar speciale uitstuifbarretjes voor. Zodat je makkelijk kan vastschroeven. Zodat je makkelijk kan uitschuiven als je het aanstaande van je buizen bent. De frame onderdelen meten. Ja, ik teken dadelijk met een stift de bovenkant van de buis af. Ja, waar je dadelijk met de speciale tools die wij hebben makkelijk je project kan meten. Het ontwerp van het 3C-kap, ja, oftewel waar komen mijn ramen, waar komen mijn ritsen, waar zitten mijn bevestigingspuntjes, die kun je allemaal met de ProLiner al voorbereiden. En dan nogmaals het uitwerken van het 3D naar het 2D. Ja, stap 1, het vastzetten van het frame. Ja, nu doe je het misschien met plakband of met een touwtje. Wij hebben daar speciale buisjes voor die je kan stellen. Natuurlijk stel je zoals nu ook eerst het hoogte in van het frame. Daarna de ene buis, de andere buis. Maar door deze buisjes kun je makkelijk eventjes kijken en controleren dat precies van punt naar punt aan de bakboordzijde of aan de stuurboordzijde de hoogte en de afstand hetzelfde is. Ook ga ik eventjes aangeven nu met plakband waar de stof de buis los gaat laten. Nou, als jullie een malle zijn, zie je het eigenlijk automatisch al. Maar nu creëren we dat eventjes door een plakbandje te plakken. En dat zien jullie allemaal in het volgende filmpje. Zoals je ziet, ProLiner makkelijk mee te nemen. Statiefje in de rugzak. De hulpstukjes, de extra buisjes. Makkelijk te klemmen, in dit geval om een kikkertje, om een reling. Globaal zet ik hem eventjes vast, zodat ik vast een begin heb. We gaan hem helemaal evenwijdig stellen. Ik heb natuurlijk het hart van de buizen van tevoren opgezet, zodat je van het hart van de buizen ook weer terug kan meten. Diagonaal. Dat staat goed. Nu met de stift teken ik even het hart van de buis af. Ik heb het gewoon met een whiteboard marker gedaan die je makkelijk kan afvegen eigenlijk. Zo
zodat je precies weet waar het stof de buis gaat raken. Zodat ik daar bij het meten zo nauwkeurig mogelijk, goed mogelijk, op deze lijm een puntje zet. Plak weer even een tapeje zoals ik net heb uitgelegd, zodat ik een beetje kan zien waar die het stof los gaat laten, de buis los gaat laten en waar het stof de zijkant van de boot gaat raken. Ik teken het nu eventjes af. Zet een streepje dwars erop, zodat ik dadelijk van het ene streepje naar het andere streepje maar één puntje hoef te zetten. Het vastzetten van de buizen. Het stellen van de buizen. Dan gaan we nu verder naar stap 2. De prolijnen positioneren op de boot. Ik zet hem met het midden neer. Gaat een boot een beetje naar links en rechts? Geen probleem. De prolijnen beweegt ook gewoon mee. Dus hij hoeft ook niet waterpas te staan. Je kiest de meetpen die je gaat gebruiken. Zoals jullie al weten, we hebben verschillende tools. We hebben de hoekpen, we hebben de verlengstik en de gewone pointer. Dus heel veel mogelijkheden om je bootkap snel en makkelijk in te meten. Het belangrijkste natuurlijk is ook dat je in meerdere lagen kan gaan meten dadelijk. Dus we kunnen de buizen in een laag meten. We kunnen de vorm van de boot in een laag meten. Ook een andere kleur aangeven, zodat je straks bij het uitwerken van je bootkap veel makkelijker en duidelijk kan zien wat het laag voor laag is. Ik overleg eigenlijk al een beetje met de klant hoe de ramen gaan komen. Ja, want het mooiste natuurlijk als je het mallen bent, kun je je ramen schetsen op je mal. Maar nu, omdat we er geen folie tegenaan hebben zitten, schets ik samen met de klant even de bootkap. Ik bepaal met de klant even hoe de ramen eruit komen zien. Zodat ik het dadelijk met tape makkelijk een beetje aan kan geven nog, hoe het totaalplaatje eruit komt te zien. Ritsen bepalen. Schetje. Jullie als ervaren zeilmakers weten natuurlijk al hoe het eruit komt te zien. Maar voor je klant is het super belangrijk natuurlijk dat hun een goed beeld krijgen. Proliner positioneren in de boot zelf. Naam van de klant kunnen we invoeren, het projectnaam. Dan gaan we dadelijk kiezen met welke tool, met welk meetgereedschap we gaan beginnen. Zoals ik jullie vertellen, we hebben meerdere opties. Het makkelijkste is om met de hoekpointer te beginnen, waardoor je makkelijk achter je buizen kan, rond van de boot makkelijk kan meten. Dus wat hebben we nodig om op locaties te meten? De proliner, een afstandsbediening en een statief en dat is het. Ik begin met dat beginpunten aan te geven op de boot. Ik pak die eigenlijk zo horizontaal mogelijk, zodat ik dadelijk minder werk heb om in Rhino mijn tekening eigenlijk op de X- en het Y-as horizontaal te zetten. Ik begin met het inmeten van de buizen. Super simpel door eigenlijk elke keer op je afstandsbediening op knopje 1 te drukken. En puntje voor puntje krijg je je 3D design. Dus nogmaals, geen tape plakken, hè? Misschien is het een beetje vochtig in de morgen. Die tape kun je al niet plakken op je buizen. Nou, eigenlijk nu heb ik al de buizen ingemeten, zoals je ziet.
digitaal staan. En dat binnen enkele seconden, binnen minuutjes. De vorm van de boot. Met de vorm van de romp eigenlijk, om dadelijk aan te geven hoe hoog je je ramen wilt hebben. Ten opzichte van de zijkant van de boot. Je ziet, het maakt niet uit wat voor vorm het heeft, rond, recht. We kunnen het binnen enkele minuten meten. Vorm van de boot erbij. Stapje 3. Het ontwerp in 3D en meten. Normaal, als jullie je mal hebben gemaakt en je plastic allemaal op hebt geplakt, dan kun je natuurlijk op je folie je ramen aftekenen. Maar dat we nu digitaal meten en het voor gaan bereiden voor Rhino, voor het uitwerken van onze tekening, hebben we een klein schetsje gemaakt voor de klant, hè, om het te overleggen met de klant. Dus we bepalen waar de ritsen komen en waar al de bevestigingspuntjes komen. Wat we nu ook doen is het inmeten en het bepalen van waar mijn ramen gaan komen en mijn ritsen. Dat doen we als volgt. Ik heb in dit geval, om vooral in het begin als het net nieuw is, doe ik het nog eventjes met tape. Zodat je duidelijk kan zien en uit kan meten hoe je ramen en ritsen komen. Dat kun je zien in het volgende filmpje. Schetsje gemaakt in overleg met de klant. Raamhoogte bepalen van de zijkant. Zo creëer je eigenlijk je raamhoogte en de vorm van je ramen. Kleine voorbereiding voor het inmeten van dadelijk. De achterkant. Geef even de vorm aan hoe de kap gaat lopen. Achterom de buis staat erop, dus ik meet eventjes terug naar binnen of naar buiten waar mijn ritsen gaan komen. Links en rechts even hetzelfde gedaan. Even controleren. Ik zet de puntjes erop die ik nu alleen maar hoef te meten. Want automatisch maakt die van puntje naar puntje een rechte lijn. Dadelijk voor het tekenprogramma zet ik de ramen en of ritsen ook in een andere laag. Zodat ik duidelijk weer kan zien aan het kleurverschil of een laag die ik kan aan- en uitzetten in het tekenprogramma. Wat de ramen zijn, wat de ritsen zijn. Aan beide zijdes. Nu
wordt uitleggen. Natuurlijk, als je daar wat gevorderd bent, is het ook altijd fijn om het hart van de buis op te zetten bij sommige gevallen. En hem te spiegelen, wat in Rhino ook super makkelijk is. En zoals je ziet, de paarse lijn geeft eigenlijk de raamhoogtes aan, de vorm van mijn ramen, ritslijnen die ik eventueel erbij zou willen zetten. Je kan zo je eigen design kun je gaan creëren. Ik heb nu de laag aangezet van de ramen en de ritsen. Je ziet ook dat de andere kleuren een beetje vervagen, zodat je duidelijk kan zien wat je gedaan hebt. Eigenlijk snel klaar met mijn design van de kap. Voor het gemak leg ik de buizen eventjes neer. Ik heb mijn raam bepaald, mijn ritsen bepaald. En nu ga ik eigenlijk de buitenkant van de boot nog meten. De bevestigingspuntjes. Daar hebben we ook weer een speciale tool voor zoals je ziet. Ik schroef nu de hoekpen eraf. Daar hebben wij een speciaal en uniek verlengstikje voor. Die ik van 20 centimeter tot 80 centimeter kan verlengen. Zodat ik zonder de proliner te hoeven verplaatsen toch de belangrijke punten kan meten. Verschillende opzetstukjes hebben we. In dit geval heb ik een scherp puntje ervoor op zitten, zodat ik makkelijk in de schroef van de tourniquet het draaien kan creëren. We hebben ook eentje met een rolling, zodat we makkelijk over het knopje van de tenax heen kunnen. En zo hebben we er ook een voor een gewoon drukkertje. Een bolletje die je makkelijk erin kan doen en zo makkelijk je draaibeweging kan maken. Hier zetten we wat tenaxen voorop. Met het holle puntje kunnen we het hier omheen doen. Zoals je ziet, andere kleur in een andere laag gemeten, zodat het super makkelijk straks op Rhino is om het weer te bewerken. Het einde van de stof. En natuurlijk door de drukkertjes kunnen we eigenlijk al een beetje zien wat de vorm wordt. Nou, ik heb mezelf aangeleerd, plak even een plakbandje van 2,5 centimeter onder het drukkertje en creëer eigenlijk zo'n beetje de buitenkant van je stoflijn, hè? Zodat je die eigenlijk makkelijk kan meten. Een beetje rondloopt, pak ik hem een keertje in het midden. Het is nog even om aan te geven hoe laag het gangbord zit, zodat ik de maximale maat weet tot waar mijn stof kan komen. Ja, het is 2,5 centimeter onder mijn drukkertje. Om even de bocht aan te geven. De stoflijn. Dat ging heel snel. Kijk, en dan heb ik eigenlijk al 3D mijn bootkap erin staan. En mijn ontwerp, mijn design gemaakt, bevestigingspuntjes, buizen erin. Ik heb het nu voor het filmpje wat langzamer gedaan. Maar eigenlijk heb je dit binnen tientallen minuten gemeten. En eigenlijk alweer klaar voor uit te gaan tekenen. Dus je ziet verschillende kleurtjes gebruikt. Vormlijnen, buislijnen, raamlijnen, ritslijnen. En het mooie design.
bestanden doorsturen. Het mooiste van de nieuwste ProLiner is, er zit Bluetooth functie op. Zoals je nu ziet op het filmpje, kan ik de bestanden, de DXF bestanden, op locatie met foto's van het project al doorsturen naar kantoor. En hun kunnen al beginnen met het uitwerken van de bootkap. Je kan ook via een USB-stickje. En klaar. Stap 4. Het uitwerken van Rhino. Het uitwerken van de 3D-tekening. Zoals je hebt gezien net, we hebben op locatie de bootkap ingemeten. We sturen het door met de Bluetooth-functie, met de telefoon. En op kantoor kunnen we gaan beginnen met het design van de 3D-meting naar de 2D-meting. Hier zie je eigenlijk de kleine stappen. We gaan die dadelijk allemaal in het filmpje nog stapje voor stapje doornemen. Ik zal jullie even laten zien wat wel super mooi is en uniek is, deze doekspanning aanbrengen. Ja, dus eigenlijk met Rhino kun je ook al het doek gaan relaxen in de hoeken. Ja, sommige bedrijven noemen het een ellips. Sommige noemen het een koepnaadje. Maar je kan eigenlijk ook met Rhino super makkelijk de hoeken relaxen. Wat gaan we er meer doen? Ja, de ingemeten maten die binnenkomen zie je linksboven bij het uitlijnen. Dan gaan we daarna het doek gaan we creëren. We gaan de ramen gaan we bepalen, hoe makkelijk je kan een radius kan tekenen. En daarna natuurlijk hoe het eindresultaat eruit komt te zien voor de plotter of voor de snijtafel. Voor onze klanten hebben wij ook een speciale toolbar ontwikkeld voor Rhino. Ja, Rhino heeft eigenlijk 1000 functies die je kan gebruiken, waarvan jullie zelf eigenlijk maar maximaal 20 nodig hebben. Nou, voor onze klanten hebben we boven in het scherm, zul je dadelijk zien, die toolbar al klaarstaan, zodat ze super makkelijk die dingetjes kunnen gebruiken die ze nodig hebben. Dus de bestanden komen binnen via de computer. Stap 1 is eigenlijk het rechtzetten van de tekening. Ja, we hebben een bovenaanzicht, we hebben een vooraanzicht, we hebben een zijaanzicht. En we lijnen hem nu eigenlijk eventjes uit in Rhino. Nou, hierboven zie je ook die toolbar met die functies die je nodig hebt. Dus het bovenaanzicht, vooraanzicht, lijnen we eventjes uit naar het nulpunt toe. Het is een 3D-aanzicht, het is ook een 3D-tekening. Maar van deze 3D-tekening moeten we nog een 2D-tekening gaan maken. Dat gaan we nu stapje voor stapje gaan we dat eigenlijk doen. We verlengen de lijnen naar elkaar toe om de zijpanelen te creëren. En dus we verlengen ze eigenlijk overal. Aangezien we nog een 3D-tekening hebben, dat misschien de onderrand een beetje zo stond en het zijkant de lijn zo aankwam, vinden we nu het dichtstbijzijnde punt. We gaan dadelijk gesloten zijdes creëren om onze panelen te bepalen. Maar zoals je ziet, het is inzoomen en uitzoomen. En je sleept de lijn naar het dichtstbijzijnde punt. Niet te zoeken, zoals je ziet, automatisch gaat hij er eigenlijk al naartoe. Gaat ook voor alle hoekjes, zoals je ziet, even de lijnen samenbrengen tot een bepaald punt.
zoals jullie zei, we moeten gesloten panelen hebben. Dus eigenlijk eventjes de hoekjes sluiten. Zijn de punten weer zoeken. Je sleept de lijn erin en automatisch brengt je de twee lijnen op elkaar. Zoals je ziet, de gele puntjes, allemaal samengevoegd. Volgende stap, de lofting, oftewel eigenlijk het doek genereren tussen de buis en buis, tussen de buis en de voorkant van het schip. Ja, je hebt lange lijnen, wij splitten ze eigenlijk nu de lijnen, zodat we aparte panelen krijgen die we dadelijk super makkelijk vlak kunnen leggen. Je kan bepalen hoe fijn je de tekening wil hebben. Nou, we zeggen nu, we willen 20 punten eigenlijk tussen de linkse, de bakbord en de stuurbordkant. En hij verfijnt eigenlijk de gemeten punten automatisch in een mooi vlak. Nog steeds 3D. Zoals je ziet met onze toolbar daarboven. Je hoeft niet te ver te gaan zoeken. Je gaat naar boven toe en de surface creëert die. Je kan weer aangeven hoe fijn je hem wil hebben. Stapje voor stapje gaan we elk paneeltje een surface creëren, oftewel het doek genereren eigenlijk. En klaar is Kees. Ja, natuurlijk hebben we nu nog steeds alles 3D staan. En we hebben de buislijnen, die komen eigenlijk ten opzichte van het zijpaneel nog wat naar achter. We hebben een 3D meting. Maar we moeten de buislijnen, de vormlijnen van het schip, projecteren op het zijpaneel. Zodat we daar makkelijk eigenlijk de ramen kunnen bepalen vanaf de buis of vanaf de vorm van de boot. Teenaksen wij spreken ook of de tunicatch onder die zaten stukje van het zijpaneel af. Maar nu projecteren ze de punten terug op het 2D vlak. Op het zijpaneel of op de voorpaneel. De lijnen trekt die naar het vlak toe nu. Achter de twee ritsen die ik heb gemeten, projecteert hij nu ook naar het vlak toe. Dus als we daar alles vlak gaan leggen, die lijnen ook geprojecteerd staan op dat 2D vlak. We gaan hem nu een beetje uit elkaar halen. We hebben nu eigenlijk de surface gecreëerd, oftewel het doek gegenereerd. We halen hem eraf. Dat is de meting. Hier staat ons 3D aanzicht. Dat zijn de panelen die we dadelijk nodig hebben. Dan kun je het een beetje draaien, zodat je al een beetje de topview, het bovenaanzicht ziet zo.
slaan hem op onder een bepaalde laag. Nou, hier bij wijze van spreken ook. Even de teenaksen voorop weer projecteren naar het 3D-vlak toe. Zodat die dadelijk ook mooi op de 2D-vlak erbij staan. We labelen het. Ja, zoals je nu eigenlijk ook op je mal doet. Soms schrijf je AA op, BB, zodat je weet welk paneel tegen welke aankomt. Rhino doet dit automatisch al met nummertjes. En we hebben hem ook al vlak gelegd nu. Ja, dus eigenlijk een paar klikjes boven bij unroll. Het vlak leggen. Je zet de labels aan in dit geval. Zodat je kan zien waar wat hoort. Even op de labels. Klopt die? 2, 0, 1. En we schuiven hem een beetje op de goede plek. Nou, alles gelabeld, alles vlak gemaakt nu. We hebben de zijkanten eventjes nog in twee delen vlak gelegd, zodat we nog een beter 2D-uitslag krijgen. Ook de achterkant van het schip maakt eigenlijk een klein klikje. We hebben dat eventjes los van elkaar gehaald en dan vlak gelegd, zodat we het dadelijk weer aan elkaar kunnen doen. Nu, ja, we hebben natuurlijk nog een service, oftewel het doek ligt er eigenlijk op, maar we hebben eigenlijk alleen voor de plotter of voor de snijtafel straks de buitenlijnen nodig. In dit geval, kijk, we leggen ze weer even bij elkaar. Zodat we dadelijk gewoon één geheel hebben. Het relaxen. Dit is wat ik u eigenlijk net vertelde. Het maken van de koepnaadjes, om het zo maar te zeggen. Of de ellips, zoals sommigen het noemen. We hebben daar eigenlijk een klein tip voor, die ik jullie heus nog wel een keertje wil geven. Wat we nu doen eigenlijk is, we zetten een klein offsetlijntje naar binnen toe. We tekenen een nieuwe ronding van een nulpunt boven naar een nulpunt onder. We houden de oude lijn weg naar de linkse zijde en aan de rechtse zijde, zodat we straks bij het vaststikken de mooie relaxing eigenlijk al hebben. Super makkelijk is ook op Rhino. Beide zijdes, zoals je ziet. Automatisch pakt hij het midden. Weer naar het nulpunt. En dan tikt hij eigenlijk al mooi een bochtje. Oude lijn even verwijderen. We hebben net wat strakker. Hè? Raam komt er nog wat mooier in te zitten zo. Dat was eigenlijk wel uniek, hè? Normaal doe je het op je mal natuurlijk, maar dan met Rhino kun je het eigenlijk ook dus binnen enkele stappen doen. Ja, nu versterkingen of zomen. We klikken nu de buitenlijnen eventjes aan. We slepen die eruit zoals je ziet, zodat we eigenlijk precies al de vorm van de onderkant, of waar de zomen gaan komen, of versterkingstukjes, precies die vorm hebben. Daardoor gaan we bepalen hoe hoog we de zomen willen hebben. Maken we eigenlijk een offsetje, zo heet dat. Dan hebben we de zoom precies al op maat die we kunnen uitplotten of kunnen snijden. Zoals je ziet, de offset bepalen we van de zoom die we willen hebben. Eén keer offsetje instellen maar en automatisch blijft hij daarop staan. Sleep je lijntje naar binnen of naar buiten. We gaan nu even de hoekjes verbinden, oftewel samen trimmen. De zoom weer klaar, kijk. En het maakt niet uit wat voor vorm de zoom heeft. Door Rhino is het allemaal super makkelijk.
nu weet hoeveel werk het nu is om die zoom te maken, ga je ook zo gedaan. De achterkant van het schip waar de teenaksen in een hoek lopen. De ramen en ritsen. Nou, ik heb bij het inmeten van de kap al in een andere laag, zoals je ziet in een andere kleur eigenlijk, de ritsen al aangegeven. De raamhoogte is dadelijk ook al, de vormlijnen. Ik heb ook bij het inmeten al puntjes op de buis gezet, zodat ik weet tot waar de flapjes over de buis heen komen. En we kunnen die nou ook al met Rhino super makkelijk al uittekenen. We hebben de vorm. We gaan weer het offsetje bepalen. Op de kap zelf, op het dak zelf, kunnen we ook al een tekenlijn zetten. Zodat we het tekendeel van de rits daar makkelijk tegenaan kunnen houden. We spiegelen hem nu natuurlijk, hè, omdat je altijd in de kap de binnenkant, de mooie kant van het stof zichtbaar is. Met de mirror functie van Rhino spiegel je hem eigenlijk al in één keer. En nu gaan we de offset bepalen. De ene zegt dat hij zo lang moet worden. Misschien is je buis wat dikker, wat smaller. Jullie zijn de professionals en je kan zelf de offset per millimeter aangeven. Flapjes ook klaar. Maar zoals ik jullie zei, we hebben deze zijpaneel eventjes in twee gedeeld, zodat we nog wat vlakker kunnen leggen. Maar we leggen hem nu eventjes aan elkaar, zodat we daar ook straks mooi één geheel hebben. Nu gaan we verder zo met de ramen. Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier van werken met het design van de kap. De ene zegt ik wil een offset van zoveel vanaf mijn buizen. De andere wil een beetje langer, groter. We hebben nu eventjes als voorbeeld dit aangehouden. En zoals je ziet, één keer de lijn aanklikken. Je sleept hem naar binnen of naar buiten. En hij maakt precies de offset van de vorm van de lijn. De bochten. Ja, weer het simpelste, hetzelfde. Je geeft de radius eventjes linksbovenin aan hoeveel je die wil hebben. Hij laat hem automatisch staan op deze radius. Je klikt eigenlijk weer van lijn naar lijn en in plaats van dat je die hoekjes snijdt, tekent hij automatisch die radius. Ook staat deze functie natuurlijk alweer boven klaar in onze speciaal gemaakte toolbar voor jullie, dus zodat je niet uren hoeft gaan zoeken. Raampjes achter. Maar je kan ook per lijn een nieuwe offset geven. Kun je allemaal zelf bepalen. Dat is je eigen design natuurlijk. Kijk, hoe snel was dat? Het fijnste van de ProLiner is bijvoorbeeld weer hetzelfde met je offset functie. Je stiknaad aangeven. Je sleept een lijntje naar buiten. De ene zegt ik wil aan de ene kant 12 mm en aan de andere kant 0. Je bepaalt het helemaal zelf. De
door alleen maar weer één keer in te voeren en hem naar buiten of naar binnen te slepen. Zoals je nu ziet op het filmpje. Dan kleurtjes aangeven, zodat je duidelijk kan zien wat je gedaan hebt. Nu. Wat we nu gaan doen is ook allemaal een mooie functie van Rhino. Zoals je normaal, als je twee delen met je mallen op elkaar hebt en je buis hebt afgetekend aan de buik, dan zet je altijd je streepjes neer. Zodat je het later aan elkaar kan stikken, je de twee streepjes altijd gelijk hebt. Zodat je weet dat de spanning van de kap perfect is. Met Rhino ook, één functie. Je zet even haaks op het lijntje zoals je nu ziet. Een lijntje. En je bepaalt daar zelf tussen links en rechts hoeveel streepjes je wil hebben. Puntjes staan. Die teken je dadelijk mee met de plotter, met de snijtafel, zodat je bij elkaar stikken. Altijd weer de juiste spanning hebt gebruikt van het stof. Nee, wil je in een bocht wat meer streepjes? Geen probleem. Je bepaalt het zelf door het aantal in te voeren. Hoe simpel is dat? Stapje 10, ja, de productie zelf. Ja, meerdere mogelijkheden natuurlijk om je bokap te laten produceren. Hier zien we een beetje het eindresultaat van ons. In Rhino zelf ook. In Rhino zelf kun je ook kleuren aan de kap geven. Je kan de ramen een kleur geven. Je zou dit bestand door kunnen sturen. Hier een voorbeeldje van het produceren van de kap. Wij Prodom hebben voor jullie ook de perfecte volgende stap binnen jullie bedrijf. Oftewel de plotter, zoals je ziet is het uittekenen van de kap op het stof. En we hebben ook nog zelfs de volgende stap, het snijden ervan met vacuümtafel. Nou, dit was eigenlijk een beetje het proces van Rhino, zoals je ziet. Nogmaals, die toolbar vergeet die niet. Bovenaan met de 20 functies die jullie maar nodig hebben. Ja, het is eigenlijk alleen maar klikken slepen. Natuurlijk zit er ook bij ons een basistraining erbij. Van Rhino. Dus we gooien jullie niet in de diepe. En wat hebben we nog meer? De complete oplossing van jullie. Oftewel, vanaf het inmeten tot en met het uitwerken van Rhino. Wij assisteren jullie daar ook bij. Ook onze speciale tools om te kunnen meten op locatie. Mochten jullie natuurlijk ook nog dingetjes willen weten over het pakket wat wij jullie aanbieden, kunnen jullie altijd ons eventjes bellen of mailen, dat is geen probleem. Mocht je een keer interesse hebben in een live demonstratie bij jullie, bel gerust naar ons bedrijf. Het zal jullie veel tijd besparen, moeite op locatie. Ik wens jullie allemaal nog een fijne dag en hou je taai.